Welkom iedereen op deze derde provinciale sessie voor de eerstlijnszones. Vanuit Vivel ondersteunen wij de zorgraden. En om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, luisteren we natuurlijk naar hun noden, waar dat ze mee zitten. Maar we kijken ook naar welke trends en tendensen dat er zich afspelen op academisch vlak of op maatschappelijk vlak. En ook natuurlijk wat dat het beleid vraagt. En eigenlijk vanuit die verschillende signalen hebben we gezien van dat thema organisatienetwerken is eigenlijk best wel belangrijk. En dus hebben we besloten om daar dus een ondersteuningstraject voor op te zetten. Wat wij hier doen, is eigenlijk eerst en vooral een taal aanreiken, denk ik, en een aantal kaders om mensen die dagelijks met, ik noem dat altijd, met twee voeten in de modder staan, te gaan bijstaan en te gaan kijken van hoe kunnen zij ook de juiste randvoorwaarden creëren om hun samenwerkingsverbanden binnen hun eerste lijnzone dan op een goede manier te gaan neerzetten. De kern van de zaak bij een succesvol netwerk, aan de ene kant heb je een differentiatie en diversiteit van partners die met elkaar gaan samenwerken. Aan de andere kant probeer je om die zoveel mogelijk met elkaar te gaan verbinden om zo tot innovatie en maatwerk te komen. Een samenwerking gaat voor mij altijd over dat je samen iets realiseert dat je elk apart nooit zou kunnen gedaan hebben. De volgende stap die ik met jullie wil doen, en daarom ben ik deze papiertjes aan het uitdelen, is als je zou gaan zwemmen, in dat karakter, hoe zou jouw reis er dan uitzien? Wat is jouw naam? Eline. Oké, Eline gaat zwemmen. We moeten met de bus gaan, dus de busuren gaan opzoeken. Hopelijk matcht dat een beetje met de openingsuren daar. De kostprijs is ook veel te hoog dan terug die betalende parking, dat ik heb gezegd. En dan moest die vriend ook een nieuwe zwembroek kopen, want hij had enkel zo'n short en geen spannende. Waarom doen we deze oefening? Iedereen beleeft gaan zwemmen of het gebruiken van dezelfde dienstverlening op een andere manier. Bij het service design idee gaat je vanuit hoe beleeft de P-zone de dienstverlening die door de zorgraad of door de partners in de zorgraad wordt aangeboden en hoe kunnen wij ons daar maximaal op organiseren omdat die beleving optimaal is. Ik was na vandaag in elk geval heel blij dat perspectief van gebruikers inbrengen in zo'n organisatienetwerk. En dat is ook een waar wij enorm mee worstelen aan de ene kant, omdat de meeste partners zijn ervan overtuigd dat dat enorm belangrijk is. Aan de andere kant is het niet altijd even evident om datzelfde beleid die participatie belangrijk vindt, ook dingen te laten implementeren, hè? Want daar komt het wel op neer. De vragen die gesteld worden aan de gebruikers zijn belevingsvragen. Hoe ervaart jij de dienstverlening op dit moment? Er wordt niet gevraagd hoe zou jij willen dat wij het voor u organiseren. Want dan mag uw professionele mindset en er volledig in en al uw kennis die je hebt over het werkveld en hoe dat dan zou kunnen gebeuren, dat zijn de oplossingen die jij intern bedenkt. Het feit dat Vivel opleiding organiseert, kan alleen maar aanmoedigen omdat we door de kapstokken het jargon hier aanreiken, heb ik wel het gevoel dat we wat onderbouwder te werk kunnen gaan. En dit verplicht u om even wat stil te staan bij, ja, maar waarom doen wij nu de dingen zoals we ze nu doen? En is dat wel de meest efficiënte manier? En kunnen we daar niet op kleine, korte momenten binnen alle drukte toch even ook onze zorgraad verplichten om bepaalde thema's iets concreter te gaan bekijken? Om goed te leren samenwerken met elkaar is het ook heel belangrijk om af en toe met kleine afgebakende projecten of experimenten aan de slag te gaan. Echt aan de slag te gaan met de taal, de kaders dat je hebt, de inzichten dat je op dat moment hebt. Gewoon dingen uit te proberen op een goede onderbouwde manier. Dan na afloop dat te evalueren met elkaar en dingen te kunnen bijsturen. Zodat je eigenlijk dat je altijd continu aan het bijleren bent. Voor iemand, want die was zijn portemonnee. Het zal niet helpen als we altijd op dezelfde manieren blijven oplossingen verzinnen. Soms gaan we gewoon een keer kleinschalig iets anders moeten doen om te gaan testen of dat werkt of niet werkt. Ik denk echt dat het thema de komende jaren bovenaan de agenda gaat staan van veel zorgraden om echt met al die actoren binnen de eerste lijn aan de slag te gaan om een mooi netwerk uit te bouwen. Dat zijn dingen die wij zelf als zorgraad zijn wij te klein voor om dat zelf te gaan organiseren. Dus ik ben heel blij dat dan vanuit een meer overkoepelend niveau, Vivel, dat zij dat dan een stuk trekken. En dat ook voor ons de manier is waarop dat ze ons voor een groot stuk kunnen ondersteunen.